Hoi, ik ben John Goedhart, werkzaam voor het Grote Glazen BV. Leuk dat je kijkt. In deze video ga ik laten zien hoe je een 3D muurdecoratie maakt van ProCraft Eco. Een product wat terug te vinden is op onze website www.graveermaterialen.nl. Het voorbeeld wat we in deze video gebruiken is te downloaden van onze website grotegelezen.nl. Als je dan vervolgens naar know-how en lezenvoorbeelden gaat, vind je de volledige handleiding, de te downloaden bestanden en vele andere do-it-yourself lezenvoorbeelden. In deze video hebben we gebruik gemaakt van de Speedy 360. We kunnen natuurlijk ook een andere machine gebruiken uit de Speedy-serie. Open nu het gedownloade bestand. Klik op bestand afdrukken. Selecteer de juiste printerdriver. En ga vervolgens naar voorkeuren. In het voorkeurenmenu klikt u op de juiste materiaalsettings. U controleert de overige settings. En druk vervolgens op het JC-knopje en dan op OK. De taak is nu doorgestuurd naar Job Control, onze software. Selecteer de taak, controleer rechtsonder bij taakvoorbeeld of het de juiste taak is. Plaats vervolgens je taak op de plek waar je hem wil hebben en waar de plek is in het materiaal. Wanneer de taak op de juiste plek staat, is het bestand gereed om te graveren. De machine graveert en doet vervolgens direct erachteraan de snijtaak. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat het interessant was. Mochten er vragen zijn, neem gerust contact op met het Grote Glazer.